zijn er dan eindelijk insectenburgers? De propaganda is van start om iedereen aan de insectenburgers te krijgen. Maar zijn ze eigenlijk wel zo gezond? Voordat ik hier antwoord op geef en je wellicht denkt dit is toekomstmuziek, Duitsland heeft nu dus de primeur al en het heet letterlijk Deutschlands erster insectenburger. Dus in Duitsland zijn ze al, zal niet lang meer duren voordat ze ook in Nederland te verkrijgen zijn. Middelbare scholieren die worden al klaargestoomd met de insectenpropaganda. Want wat staat er? Alles wat je wil weten over insecten eten, wat scholieren dus nu al aangereikt krijgen. Dan vraag ik me af, wat zijn dan de overige informatieverstrekkingen die ze gaan krijgen? Dat we allemaal aan de cashloze samenleving toe moeten. En natuurlijk dat we geen privacy meer nodig hebben. En dat we ons leven lang moeten prikken om gezond te blijven. Dit is dus de propaganda anno nu. En dan nu antwoord op de vraag, wat zijn de gevaren van de chemische, microbiologische en parasitologische risico's van het eten van insecten? Wat staat er in het rapport van de Nederlandse Voedselwarenautoriteit? Pathogene micro-organismen, virussen, bacteriën en schimmels dus, kunnen in de productieomgeving of het insectenvoer aanwezig zijn en is dus niet uit te sluiten dat deze bacteriën in de te consumeren onderbehandelde insecten aanwezig zijn. Als laatste een hele belangrijke, voor zover bekend, zijn er geen toxicologische onderzoeken bij mensen of proefdieren uitgevoerd naar hele insecten of insecteneiwit. Nou, veel plezier met dit experiment. Ik ben heel benieuwd. Ga jij nog insecten eten nadat je dit weet?